Net als ik klaar, net als ik klaar, net als ik klaar. Zal ik ze even laten zien? Ja. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Marieke van Meet bij Marieke en vandaag gaan we verder met de Wie is de Mol crochet along. En we gaan het tweede blok haken deze week. Benieuwd wat het gaat worden? Je ziet het zo in de vlog. Maar eerst even abonneren natuurlijk op mijn kanaal, zodat je niks meer mist. Geef me vast een like. En daar gaan we. Tijd voor het volgende blok. Yay. Zit in. Ik doe hem in een andere volgorde dan jullie. Dus voor jullie wordt dit blok 4, denk ik. Ik heb geen idee. Voor mij is dit blok nummer 2 die ik haak. En ik moet even de kleurtjes pakken. En ik ga even checken welke kleurtjes. Wit heb ik al. En zwart denk ik ook wel genoeg. En voor de rest heb ik nodig bruin. Bruin, 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 bruin. Er is een zootje in mijn kastje. Ik ga het gewoon vertellen. De patroon voor deze week is Joker. En ik ben de enige bruin die ik heb, ben ik aan het opsplitsen in knijpertjes. Maar dat ik denk, is dit wel een goede kleur? Dus ik kijk in mijn patroon. En dan heb ik een andere bruin staan. Hoe komt deze dan in die doos? Heb ik de kleur nog gewijzigd daarna? Of... heb ik de verkeerde besteld? Ik ga het even uitzoeken. Oké, dit begint nu vervelend te worden. Ik heb dus een andere versie op mijn Dropbox staan dan op mijn computer. En op mijn Dropbox, daarvan ben ik aan het haken. En die op mijn computer staat, daar heb ik de kleurnummers bepaald en van besteld. En die zijn anders dan in mijn Dropbox staat. Het leven van een ontwerper. Zorg dat alles vooral hetzelfde is. Want ik heb dus nu ook al een patroon, heb ik schijnbaar nog op mijn laptop gewijzigd, maar nog niet opgeüpdate in mijn Dropbox. En daardoor is het blok van vorige, of nou ja, een van de laatste blokken is anders dan de planning was. Ik vind hem wel mooi en hij lijkt gewoon, dus hij is gewoon prima, maar ik moet patroon dus aanpassen. Op mijn laptop, want op mijn Dropbox staat hij wel. Dus ik ga nu checken of de patronen goed staan. En of die overal hetzelfde is. En die gaan we gebruiken, want ik word hier een beetje gek van. Nou, het mysterie is opgelost. Het wordt mokka. Want ik heb ook geen... oh, mokka. Het wordt mokka. Ik heb ook geen camel in huis, dus ja, houd het een beetje op. Ja, de bestanden zijn nu op Dropbox en op mijn laptop hetzelfde. En dat blok wat jullie nog krijgen, waar ik een foutje dus had gemaakt, wat verschil in zat. Ja, dit is gewoon verwerkt. Het is allemaal, het klopt nu allemaal zoals ik hem heb gehaakt. Zoals ook het patroon. En dat is prima. En gedoe. Ik ga bolletjes winden en haken. Want dat ging toen. De witte is gehaakt. Dus tijd om te gaan tellen. Het pixelgedeelte start. Toch alle onderwerpen best wel kleurwissels hebben per blok. Maar het wordt wel gaaf. Want ik heb 3 bollen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 knijpers nu. Ik ben nog niet op de helft. Maar dat komt... ik
gok dat dat komt door al de letters die erin zitten. Want bij letters heb je gewoon heel veel kleurwisseling. Op de helft van het blok. Chaos. Maar het breedste punt is bereikt, dus ik kan gaan minderen. En dan hebben we opeens een andere achtergrond vanaf mijn plekje op de bank. Hard gewerkt vandaag. Het is nu tijd om even te haken en nog om de Formule 1 race te kijken. Het is nu safety car, dus het is saai. En wij kijken altijd 's avonds, want overdag is geen doen met die twee kleintjes. Dus dat is onze zondagavond prikkie als er een race is. We kijken weinig. Gaan we even verder haken. Niet gelukkig om een week af te hebben hier. En ook druk in huis en druk geweest in de tuin. Dus ja, kan niet alles. Letters zijn klaar, letters zijn klaar, letters zijn klaar. Zal ik ze even laten zien? Ja, hè? Ja! De mol. Er zit een bolletje onder, dus ze ziet er een beetje gek uit. Maar dit is de mol. Joeken! Even kijken. 1, 2, 3. Bijna. Maar een klein stukje. Ja, ik wou zeggen bijna op de helft van een kwart, maar dat klopt ook niet. In ieder geval, het is nog niet af. Het is niet in een week af. Maar misschien morgen. Hopelijk. En toen, met anderhalf uur haken, is hij klaar. Kijk maar. Tada. Oh. Tada. Dat moet dus nog. Ik heb hem ook nog eens op zijn kop. Tada. Oh. Denk je hem net te hebben. Tada. Is hij klaar. Tada. Daar is hij. Het jokerblok. Zie je niet cool? Ik vind hem cool. Ik hoop dat je de video leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je volgende week weer. Doei!